bij een mooi moment het verlengen van jouw contract. Heeft in principe altijd bij Feyenoord gezeten. Ja, die zitten nu nog. Die zouden er ook altijd wel blijven zitten. En ja, ik had ook een verstand en die beukte er nog wel eens tegenin. Van ja, jongen, is het wel het verstandigste om bij Feyenoord te blijven? En ja, wat is het beste voor mijzelf, voor mijn carrière? En uiteindelijk is dat wel wat omgeslagen. En met name het negatief was voor de winterstop. En na de winterstop zijn we gelukkig beter gaan voetballen. En zijn ook de resultaten beter geworden. En mocht het ook gelukkig wel eens een keer meezitten. Ja, en uiteindelijk is dat de conclusie geworden. En ben ik gewoon heel erg blij en heel gelukkig dat ik mijn contract heb kunnen verlengen. Is jouw aanblijven hier, is dat ook een signaal van jou, ik heb vertrouwen in de toekomst van deze club? Ja, absoluut. Ik heb altijd gezegd dat het sportief perspectief moest zijn. En dat het heel belangrijk was. En ik weet donders goed hoe de situatie is. Maar ik hoop dat dit inderdaad een goed signaal is ook naar andere spelers toe. En eventueel spelers die zouden willen komen. Ja, en dan gaan we knallen dit seizoen. En dat wordt absoluut niet makkelijk. Maar ik vind dat we strijdbaar moeten zijn. En dat het beter moet. En ook heel snel beter kan als vorig seizoen. Ja, en daar moeten we heel hard aan werken. Niet verder dan dat. Nooit mijn vader bij wordt. Goed zo.